Dit is de Cultuuragenda. In samenwerking met Theater Speelhuis in Helmond. Drie topactrices met naam en faam spelen samen in een gloednieuwe comedy van Thomas Verbocht. In de voorstelling Vrouwen van Later kruipt Gerry van der Klei in de huid van Mimi van der Kwast, die alleen nog maar praat met de parkiet. Haar hele leven heeft ze zich opgeofferd aan haar man, die BN'er was. Nu hij dood is, kun je in haar leven een speld horen vallen, zo stil. Gelukkig heeft Mimi haar zus nog, dat geeft nog een beetje aanspraak. Dan gaat de bel. Er staat een wildvreemde vrouw voor de deur. Deze komt met een buitengewoon opmerkelijk verhaal over de overleden echtgenoot op de proppen, dat inslaat als een bom. Een mooi verhaal over ouder worden, vitaliteit en wat er van je leven overblijft op leeftijd. Vrijdag 12 februari in Helmond. Opera Zuid maakt een succesvolle en bijzondere stap buiten het klassieke repertoire. Het resultaat is de nostalgische en romantische muziektheatervoorstelling Wie is Loesje? Het gezelschap brengt, samen met jonge talenten van de Fontys Hogeschool Tilburg, tophits uit de jaren 30, 40 en 50. U kunt heerlijk meeneurien met liedjes die bekend werden door de Ramblers, Charles Trenet, Rudy Chirik, Frank Sinatra, Billie Holiday en vele anderen. Het is een heerlijk uitstapje samen met uw partner of vrienden tijdens Valentijnsdag. Het Eindhovens Dagblad schreef over de voorstelling: nostalgie en ontroering waren alom voelbaar. Niet in de laatste plaats door de toewijding waarmee de liedjes werden gezongen. Meezingers, gezelligheid en romantiek gegarandeerd. Een perfecte combinatie op Valentijnsdag. Zondag 14 februari in Theater Speelhuis. Na een concertserie met Claren McFadden, waarin jazz en klassiek elkaar ontmoeten, en een aan de blues gewijd theaterprogramma met John Buisman, is het voor saxofoonkwartet Art Vark nu tijd voor de spannende samenwerking met zangeres Chamrosi. De nieuwe en intieme liedjes van de Nederlands-Cameroense singer-songwriter zijn een elegante kruisbestuiving van pop, jazz, soul, folk en Afrikaanse muziek. Aldus Lust for Life. Afgelopen voorjaar verscheen haar vierde album The One. Art Vark staat voor vernieuwende composities, eigenzinnige solisten en de avontuurlijke groove van vier saxofoons. De voorstelling Homelands brengt het beste van twee muzikale werelden samen en belooft een prachtavond te worden. Woensdag 17 februari in Helmond. Tot zover de Cultuuragenda. Meer informatie op theaterspeelhuis.nl.